onderwerp voldoende besproken is. En kunnen wij door naar agenda punt 11. Het instemmen met het gewijzigde initiatiefvoorstel van buurtwerk naar betaald werk. Van het lid Grote en het voormalige lid De Heer in kennis nemen van de bestuurlijke reactie op het oorspronkelijke voorstel. Er zijn geen moties ingediend en bij dit agendapunt hebben zich aangemeld om het woord te voeren mevrouw Grote en de heer Mabarki. Het woord is aan mevrouw Grote. Ga uw gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Het mooiste aan raadslid zijn en misschien ook wel het, wat ik het meeste mis in deze periode, is dat Amsterdammers je benaderen en willen laten zien wat zij aan het doen zijn in de stad. En helemaal aan het begin van de periode werd ik benaderd door een vrouw die mij wilde laten zien wat zij in het buurthuis De Taggerijn deed als eerste echte buurtbaner. En wat zij daar deed is de post openmaken met mensen. En het klinkt misschien super klein, de post openmaken, maar voor sommige mensen is dat echt super groot, want als je dat al een hele tijd niet gedaan hebt, dan kan je leven behoorlijk een slechte kant op gaan als alle brieven zich opstapelen en je weet niet meer waar te beginnen. En die vrouw die dat dus deed, die bleef mij daarna ook op de hoogte houden en uiteindelijk kreeg zij ook een betaalde baan en begon zij mij ook, nou ja, te belobbyen klinkt misschien te negatief, maar begon zij mij te bestoken met, ja, wat mij is gebeurd, dat zouden eigenlijk veel meer mensen, zouden dat moeten kunnen, die stap kunnen maken. En de tweede buurtbaner is toen ook op de Stopera geweest en heeft inmiddels ook een betaalde baan. En dit voorstel geeft waardering aan deze mensen die vaak stil en ongezien heel veel betekenen in hun buurt. En deze krachten, deze stille krachten, willen wij waarderen met perspectief. En zij liet ook zien, deze vrouw, dat ze echt een waardevolle brug kon zijn tussen de mensen die wij vaak niet bereiken en die wij juist wel willen bereiken. Dus zij zijn een prachtige speel en een brug die wij ook als gemeente vaak willen zijn. En we zijn heel blij dat het college dit voorstel omarmt en misschien nog wel iets groter wil maken dan wij zelfs hoopten, zoals wij in Samen Sterker uit de crisis ook konden lezen. En we hopen dat we nu ook echt snel stappen kunnen gaan maken en deze banen ook juist nu in deze tijd, waarin veel mensen ook geïsoleerd thuis zitten, kunnen gaan creëren. En voor ons staat voorop dat de mensen waar het over gaat, de buurtbaners zelf, in het hart staan van deze ontwikkeling, elkaar gaan coachen en zeggenschap hebben over hoe het eruit gaat zien. Want zij weten waar het over gaat en waar het hart voor klopt. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Dan is het woord aan de heer Mabarki. Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik zal het kort houden. Niet omdat het geen belangrijk onderwerp is, maar omdat ik me volledig kan aansluiten bij de mede-indiener mevrouw Grote. Maar ook dat ik gewoon waarneem voor voormalig raadslid mevrouw De Heer. En in dat licht kan ik wel stellen dat voormalig raadslid De Heer inmiddels in haar rol als stadsbestuurder voortvarend aan de slag is gegaan met het initiatiefvoorstel van mevrouw Grote en mevrouw De Heer. Omdat er namelijk al sprake is van twee buurtbanen die nu om zijn gezet in betaald werk in de Kolenkipbuurt, de buurt waar mevrouw De Heer ook zelf aan de slag is gegaan. Dus dat is mooi nieuws. Dus ik roep op alle andere raadsleden dit te steunen. Ik maak ook de complimenten aan de wethouder die in de commissiebespreking al heeft aangegeven dit plan te omarmen. En ook te kijken in hoeverre we nog kunnen oplossen als het gaat om de aantallen. Dus alleen maar mooi. Dus bij deze, voorzitter. Dank. Dank u wel. Daarmee is het woord aan wethouder Grootwassink, waarvan ik hoop dat hij aanwezig is. Dank u wel, ja. Voorzitter. Voorzitter, ik ga het gewoon kort houden. Er zijn mij geen vragen gesteld. Ik wil de indieners feliciteren met dit initiatiefvoorstel. Buitengewoon goed idee. Ik hoop hier met gezwinde spoed mee aan de slag te gaan en hoop dat dit door een zeer, zeer grote meerderheid in uw raad wordt ondersteund.